Amsterdam was gisteravond het decor van een wilde achtervolging. Agenten zaten al sinds de grens met België achter een man aan die in een gestolen auto reed. Uiteindelijk belandt de bestuurder in de Kromme Meidrechtstraat. In die straat beroofde hij een taxichauffeur van zijn auto. Mehmoed zag het gebeuren. Ik was zelf in mijn eigen huis. Ik hoorde iemand keihard rennen, dus ik ging gelijk ook naar buiten kijken. En mijn fatbike stond open, dus ik dacht, deze man probeert mijn fatbike hier te stelen. En wat ik dus aantrof was dus een groot mes en dat hij de taxichauffeur daarmee bedreigde. Waardoor de taxichauffeur gelijk uit de auto stapte, zijn sleutels gaf aan hem en de dader ermee vandoor ging. Op een gegeven moment zag ik dus dat hij keihard naar achteruit ging. Vervolgens deze weg opnam en de uiteinde van de Kromme Meidrechtstraat uitging. En daar kwam hij een politievoertuig tegenmoet, waardoor hij keihard weer achteruit ging. Toen besloot ik om er vandoor te gaan. In de gecarjackte taxi race de verdachte door de stad. En dat valt op. Zeker als hij de brug bij de Zijlstraat oversteekt. Want dat leek net een actiefilm. Zag ik aan mijn rechterkant een auto echt keihard aankomen. Een grote Mercedes taxi leek het. Ik keek hem nog zo aan van je rijdt echt veel te hard, want die brug is dicht. Maar hij reed door en echt enorme knal, brandlucht, mensen echt gillen in shock van wat gebeurt hier. Het had ook echt helemaal mis kunnen gaan, hè? Dat is mijn eerste gedachte. Ik dacht echt van wow, rijdt hij nu niet ook allemaal mensen aan? Maar ik vond het vooral raar om te horen dat hij vanaf België blijkbaar al door de politie werd gevolgd. En dat je iemand als een razende gek door Amsterdam laat racen en daarmee ook heel veel slachtoffers kan maken. En ook hier lukt het niet de man te pakken. De achtervolging eindigt even verderop door een lekkerband in de Ariana Nozumstraat in Nieuw-West. Ook daar weet hij te ontkomen. Hij vlucht te voet met de buurt als toeschouwer. We hebben al een half uur lang twee helikopters boven de straat gehad en boven de buurt. En het schijnt dat ze dus op een later moment die Mercedes hebben hier gestaan aan de overkant. I heard it stop or something like that. And then we just walked to the right side and I looked the police, one police car while here. And then the helicopter like this started. And then the guy ran from the other side and everyone is out. And everyone looked at it. It was really chaos. En hij is toch ontvlucht. Nou ben ik helemaal leek natuurlijk. Maar ik denk als je dan politieauto's voor hem hebt en achter hem hebt. Hoe kan je dan in godsnaam ontsnappen? De politie heeft onder andere met twee helikopters gezocht naar de verdachte, maar hij is nog niet gevonden.